van Omar en mij. En Omar die is er helaas niet bij, want die is waarschijnlijk bij zijn vader. Ik weet het niet. Ik ben thuis en ik kom net van de voetbal en ik heb met 4-3 gewonnen. Ik heb één keer gescoord. We stonden met 4-0 voor. Toen heeft de trainer heeft de aanvallers in de middenveld gezet. En toen ging het ineens weer slecht en toen stonden we met 4-3 voor. Dus ik heb nu met 4-3 gewonnen. Ja. En ik denk van yes, eindelijk gewonnen. Eerste wedstrijd één keer gescoord. We hebben al 5 wedstrijden gehad, maar ik ga natuurlijk ook nog naar mijn vader. Dus dit is mijn eerste wedstrijd en ik heb gelijk één keer gescoord, bitch. Kutte, Ricky. Ik moest tegen Beşiktaş. Het klinkt misschien raar, maar ik hoef niet naar Turkije, want er is ook nog een jeugdopleiding en dat heet ook Beşiktaş. En dat waren ook alleen maar Turken. Niet dat ik Turken haat, maar ik vond ze echt ziek irritant. Maar dan ook letterlijk ziek irritant. Ze gingen alleen maar trappen, ze gingen alleen maar duwen, trekken en allemaal dat soort dingen. Ik ben gewoon geblesseerd geraakt aan mijn andere voet. Ik was eerst geblesseerd aan mijn linkervoet. Dat weten een paar kinderen al waarschijnlijk. En nu ben ik ook nog geblesseerd aan mijn rechtervoet. Dus dat gaat ook niet. Dat was een. Ze waren best, nou ja, als ik eerlijk moet zeggen, waren ze niet zo goed. Soms waren ze wel goed. Ja, ze waren wel ruw, zoals ik net zei. Ik weet niet hoeveel Omar heeft gespeeld. Omar, als je dit kijkt, laat het hier weten. En dan kijk ik er vanzelf wel. Mensen die ook zo graag voetballen en ook zo op voetbal zitten, laat ook hier weten tegen wie jullie hebben gespeeld. En ja. Hoeveel je hebt gewonnen of verloren of gelijk hebt gespeeld. Ik heb natuurlijk gewonnen, zoals ik net zei. Ik heb heel veel trek. Ik heb net ook gegeten, maar ik heb nog steeds trek. Ik snap het allemaal niet meer. Ik zit in de B3. Omar zit in de B4 en ik weet niet of we nog een keer tegen elkaar gaan spelen, zoals een partijtje of zo. Ik weet het echt niet, waarschijnlijk niet. Misschien wel een keer een oefenwedstrijd, dat zou wel kunnen. Ik hoop het van wel, want dan kunnen we hun team eindelijk gaan inmaken. Ik heb echt heel erg spierpijn, want ik werd nagetrapt natuurlijk, zoals ik net al zei. Ons team is echt super goed, we hebben tot nu toe wel één keer gewonnen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat bij mij eigenlijk niet om winnen. Ik vind het gewoon leuk om te voetballen. Het is niet om winnen. Het is gewoon voor pret. Ja, het is gewoon voor pret. En dat vind ik gewoon het beste. En zoals jullie weten, ik heb. Je ziet hier zo'n. Nee, hier zo. Zie je zo'n klavertje 4. Natuurlijk. Mensen die bij SO spelen, shout-out naar jullie. Ik speel ook bij SO. Kijk maar, Roby en. Roby en SO. Laat hieronder weten welke nummer jullie zijn. Ik laat mijn nummer zien en ik ben nummer 11. Als jullie echt niet geloven, ik kan bewijzen dat ik mijn nummer 11. Ik vind het een super mooi shirt. Omar weet het niet, die is volgens mij nummer 16. We zijn niet met zoveel spelers, maar we hebben echt één super goed team. Ja, ik ben eigenlijk wel uitgepraat. Waarschijnlijk zien jullie mij morgen weer of vanavond. Ik weet het niet. Dan is waarschijnlijk iemand anders erbij. Dan ben ik niet alleen. En dan zie ik jullie later. Oh ja, ik heb nog wat te vertellen. Alsjeblieft. Hier liken en abonneer. En reageer alsjeblieft. En doe de blauwe duimpjes omhoog. Zoals ik net al zei. Dan zie ik jullie de volgende keer. Later. Oh, hij doet het niet eens. Hij gaat niet uit. Jullie weten vast hoe ik hem aan moet doen. Nee, ik weet het zelf ook niet. Dan, wie is jullie? Waarschijnlijk vanavond of morgen.
morgen. Ik weet het niet. Dan, ja. Doei. Ga ik weer niet uit. Ik ga het nog een keer proberen.